We gaan door met de volgende. En dat wordt een stukje muziek. Op Stukafest, 2 maanden geleden, zat ze te kijken en had ik zoiets van, jij moet een keer komen spelen. Nadat ze hier al een paar keer gewoon het geluid had geregeld en als bezoekster was geweest. Net werd al gezegd experimenteel, maar dat was de soundcheck. Misschien doet ze het ook wel experimenteel hier op het podium. Ik weet het niet. Mag jullie aandacht. En, oh ja, ik wilde eerst nog even iets zeggen. De afgelopen maanden heeft me een beetje gestoord dat als we een singer-songwriter hadden, dat mensen dan dachten dat ze door konden praten. Maar een singer-songwriter is eigenlijk een dichter. En maakt gedichten op muziek. Dus ik wil jullie toch vragen om ook bij de singer-songwriters even aandacht te hebben en te luisteren naar de teksten. Ik weet het is Engels, maar dat is beter dan Duits. Oké, mensen, mag ik jullie aandacht en applaus voor Annika! Sta ik hier altijd met een bandje, maar voor vandaag even een uitzondering. Just me and my guitar. Zo is het eigenlijk al 10 jaar. Ik heb heel lang in een band gezeten en dat was vooral heel erg boze harde rock muziek. En ik had me voorgenomen om geen boze lied meer te schrijven, totdat deze kwam.
just a hide and seek for some sentimental ways. Trying to behave, being nothing but yourself. Still, time has come to make our changes here. But if we will, I'll be forever away. So try to calm down. What are you trying to do? What are you trying to say? When I finally see you, you need me anyway. What are you trying to do? What are you trying to say? What are you trying to do? What are you trying to say?